He's a very good man, he is. To be sure, to be sure. Wij gaan wandelen. Ja. 2 uurtjes normaal gesproken, maar we zien wel hoe ver we komen. Ja, want ik heb nog steeds last van mijn knie. Ja. Nou, dit is toch wel echt... Ja, echt door een dorp, over een plein. En... Hoe? Ja. Zitten jullie in de bus? Ja. In Spanje nog wel. In Spanje nog wel. Ja, maar nou, het centrum van Bilbao. Ja. Maar... We zijn in Burgos. Burgos. En we gaan de stad in. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Ineke. Waar zijn we? We zijn in Ifrak. Oh ja. Vlakbij Bordeaux. Gisteren een wijnproeverij gehad. Goede wijn. Ja, heerlijk. Gezellig. Ja. Goede uitleg van Marie. Ja. En we gaan nu naar Bordeaux. Bordeaux, een uurtje fietsen. Op de fiets, samen met Brian. En Katie. En Katie. Maar die gaan op een fatbike, zo te zien. Ja, dus we moeten... Wij moeten peddelen. Ja. Maar dat gaat wel lukken. Hoe we precies moeten rijden is nog even een uitzoekertje. Maar ja, nou, we gaan er vanuit dat Google Maps zijn best doet. Ja. Ik heb alles bij me nu, ook de groene tas. Ja. Die was ik aan de hand vergeten. Dus laten we maar gaan. Oké. Okay. Ja? Tot straks. Maak er een gezellige dag van. Oké. Okay. Hoi hoi. He's a very good man, he is. To be sure, to be sure. Nou, gelukkig. That's in the next vlog. You bet it is. We're going to visit a cathedral. Great. A big one. Ready. We are ready. Let's go. Ja, goedemiddag. 1 uur geweest, ja. Mooie tijd. Ja, het is lekker weer. Ja. We zijn bepakt en bezakt, want we gaan even wandelen. Gaan even wandelen en kraanvogels fotograferen. Misschien hoorde je ze op de achtergrond. Ja, misschien wel. Misschien wel. En die gaan we fotograferen. Wij gaan wandelen. Ja. 2 uurtjes normaal gesproken, maar we zien wel hoe ver we komen. Ja, want ik heb nog steeds last van mijn knie. Ja, maar je hebt de nodige pijnstillers ingenomen. Ja. Dus je bent bijna helemaal verdoofd. Goedemorgen. Goedemorgen. Op deze mooie zonnige dag. Het begint goed? Ja, het begint zeker goed. Ja. We zijn net vertrokken uit... Morcenx. Ja, daar hebben we op een campingcarpark gestaan. Morcenx-la-Nouvelle. En gisteren een wandeling gemaakt. Geprobeerd te maken, want het werd op een gegeven moment een beetje blubberig. Ja. Geen kraanvogels gezien. Ja, heel veel, maar in de lucht. Ja, in de lucht, ja. Dus, en nu gaan we... Spanje in. Nou ja, vandaag in ieder geval Spanje in. Ja, dat is wel de bedoeling. We hebben natuurlijk... hiervoor Bordeaux. We zijn daar geweest samen met Brian en Katie. Die hebben we daar ontmoet tijdens de wijnproeverij. Ja, klopt. Ja. Was erg gezellig, leuke dag gehad. Ja. Misschien zien we elkaar nog in Spanje. Ja. Of Portugal. Ja, ik heb al contact met Katie gehad, dus dat gaat wel lukken. Oké. En daarna ja, wat hebben we toen gedaan? Oh ja, bij Chirac natuurlijk. Oh, bij Chirac, ja. Al bij Erik en José op bezoek. Ja, lekker gegeten, lekker gekletst. Ja, zeker. Gezellig, heel gezellig gekletst. Ja. Daarna hier naar Morcenx-la-Nouvelle en nou naar Spanje. Dus we hebben een aardig ritje op de weg. We gaan nu echt naar het zuiden. Ja, maar we gaan niet over de tolweg ook. Vandaar dat het wat langer gaat duren. Langer gaat duren. En we gaan ook, want we krijgen wel veel reacties van mensen van je kan nu niet naar Spanje. Je kan natuurlijk absoluut gewoon wel naar Spanje. Je hoeft niet naar de oostkust. Alleen op dit moment naar de oostkust is niet verstandig. In de regio's die het zwaarst getroffen zijn, daar moet je nu niet naartoe. Maar uiteindelijk wil de Spanjaard natuurlijk ook weer gewoon geld verdienen. En het is niet dat wij honderden euro's naar Spanje, alhoewel, met de overnachten erbij. Maar het gaat er gewoon om dat je natuurlijk gewoon weer de economie ook helpt. En nogmaals, niet naar de getroffen gebieden, want dat is gewoon not done nu. Maar daaromheen en zo kan best. Maar okay, dat gaan we per dag bekijken. Ja, dat is zo. We gaan eerst een klein stukje Noord-Spanje natuurlijk en dan Portugal. Nou ja, voornamelijk Noordwest-Spanje. Ja. En dan rijden we richting Portugal, want dat is gewoon ons eerste doel en dat blijft ons eerste doel. Ja. We gaan het zien. We gaan het zien. En jullie ook? Ja. Nou, net hebben we boodschappen gedaan bij de Leclerc. Lekker croissantjes gekocht. We hebben ook gelijk opgegeten. Ja. Dus de lunch zit er ook erin. Ja. En het is mooi weer. 22, 23 graden. Ja. Over de rotonde, eerste afslag. Lekker. Bijna. Spanje. Bij de Spaanse grens, ja. Het kenteken van de auto is. Ja, Spaans. Nou, dan zijn we in Spanje. Dat zou zomaar kunnen. Nou, dit is toch wel echt... Echt door een dorp, over een plein. En... van ezeltjes. Lopen schijnbaar los op de camping. Je houdt het gras mooi kort, hè? We hebben gewassen, zoals jullie kunnen zien. Hangt mooi te drogen in het zonnetje en in de wind. Lekker matig windje, maar een goed zonnetje, dus de was zal zo wat droog zijn, Ineke. Zo, vlak voor vertrek nog even de camping laten zien. Klaar voor een nieuwe plek. We gaan naar Bilbao. Zo, waar zijn we nu? In Spanje. Ja, maar welke plaats? Bilbao. Tenminste, ik weet niet of we nu... Ja, ik denk wel dat we in Bilbao zijn. Ja. En we zijn hier niet alleen. Nee, we zijn hier met... Even afgezien... van alle mensen hier. Dominique. En daar staat Hans. Ook lady-stedelingen. Ja. Dus, ik loop even daar naartoe om een uitzicht. Ga jij even kijken en dan gaan we naar de bus. Ja. Aangekomen in Bilbao. Camper geparkeerd. Yep, ook. Ja, mooie plek. Ja. En nu staan we bij de bushalte. Ja, en je hebt hier weer wifi, zie ik. Oh, maar het is niet... niet geweldig. Niet geweldig, dus zet hem even uit, want kan ik even... En we zijn niet alleen, want daar is Dominique. Hallo. En daar is... Ik ben even zijn naam kwijt. Cooper. En daar is Hans. En we gaan de stad verkennen. Ja. Zitten jullie in de bus? Ja. In Spanje nog wel. In Spanje nog wel. Ja, maar nou het centrum van Bilbao. Ja. Dus 20 minuten met de bus ongeveer. Zoiets. Ja. En dan nog 10 minuten lopen over de brug over. Dus dan zullen we wel weer wat laten zien. Ja. Oh, hij gaat hier toch weer omhoog. We gaan weer omhoog. Oh. Dat hij dat haalt, joh. Ja. Nou, dan kunnen we wat aan het geluid horen, denk ik. Ja. Zo, die. Even wat extra power nodig. Ja. Oké. Tot straks in de stad. We zijn uitgestapt. Wat is het eindpunt van de bus? Nou, van deze rit. Oh, van deze rit. De bus gaat waarschijnlijk nog wat langer mee. Ja. Knap, hè? Dat hij zo door die smalle straatjes, hè? Zo, de mythes. Oh, echt? 3 centimeter soms maar ruimte. Ja, inderdaad, ja. Klopt. En als je nou naar die bus kijkt... Geen krasje? Nee, niet veel. Niet veel. Nee. Dus we moeten hier weer opstappen. Ja. Gaan we doen. Hij weet de weg ook nog. Wat zeg je? Hij weet de weg ook nog. Hij weet de weg ook nog, door al die straatjes. Ik heb of mooie foto's gemaakt, dat weet ik niet, maar ik heb wel foto's gemaakt. Oké. Zo, Ineke, ingeklemd tussen 2 campers. Ja, het is een gratis parkeerplaats, hè? Ja, gratis. Dat was wel voor campers speciaal. Ja, dit gedeelte. Ja, het schijnt ook je grijs water te kunnen leven. Hier, ja, klopt. Maar we zijn in Burgos. En we gaan de stad in. Ja. Het zonnetje piept er net doorheen. Het zonnetje piept er net doorheen. Dus we zitten te twijfelen of we deze aanhouden of een andere hoodie aan gaan doen. Iets dunnere. Ik denk iets dunnere. Ik denk ook dat we een andere aan gaan doen. Deze is erg warm. Ik praat jou na, maar dat moet ik niet doen. Maar dat gaat bijna vanzelf. Doe je nou jouw? Nee, dit is jouw. Oh, oké. En ja, we gaan daarheen. Ergens. Burgos in. Dit is een beetje parkeerplaats, druk. Het is zaterdag. Heel veel campers, ook daar. Gewoon op de gewone parkeerplaats. Dit is de officiële campergedeelte. Ja, de loosplek is hier niet in de buurt, hoor. Dan moet je even een stukje rijden. Oh, oké. Tenminste, als ik op de kaart zo vluchtig zie. Maar daar ga ik straks nog even kijken. Maar goed, we gaan rijden en we gaan Burgos in. Het is mooi weer, het zonnetje piept door. We gaan een even andere hoodie aandoen. Ja. Dus ja. Tot straks bij ons in Burgos. is dit voor? Dit is de Google, weet ik veel, maps, dingen. Oké, maar daar staan onze fietsen. Ja. Zo, toch nog mooi weer geworden. Ja. Je bent niet geslaagd voor een jas. Nee. Maar ja, dan moeten we maar even verder kijken. Ja. We gaan nu naar de fietsen. Ja. Terug naar de campert. En we gaan lekker wijntje drinken. Heb je zin in? Ja. Oh wel best vroeg of niet? Ik heb wel zin in een kopje koffie. Oh ja. En daar is het wel de tijd voor. Ja. Wijntje is nog misschien iets te vroeg, ja. Dus laten we dat maar doen. Ja, doen we. Oké, we gaan naar de fietsen.